Wanneer de plaats van een voorwerp verandert in de loop van de tijd, dan is er sprake van een snelheid. Maar wat nu als de snelheid van een voorwerp verandert in de loop van de tijd? Dan hebben we een nieuwe grootheid nodig en dat is de grootheid versnelling. En versnelling geeft een maat voor de snelheidsverandering per tijdseenheid van een voorwerp. In formulevorm: a is delta v gedeeld door delta t. Waarbij ook hier die delta staat voor het verschil in. De letter a is Afgeleid van het Engelse woord acceleration, wat versnelling betekent, of je kunt ook zeggen van het wat ziekere Nederlandse woord acceleratie. Versnelling heeft natuurlijk ook een, een eenheid, en de, de eenheid uitgedrukt in basis-eenheden van versnelling is meter per seconde in het kwadraat. Wanneer je werkt met versnelling als grootheid, dan moet je ook hier rekening houden dat versnelling een vector is. Dus Versnelling heeft niet alleen een grootte, maar het heeft ook een richting. En met die richting moet je goed rekening houden wanneer je werkt met versnellingen. En dat houdt dus ook in dat je ook eh, langs een as, langs de bewegingsrichting, een positieve en een negatieve richting moet definiëren. Wat blijkt nu het geval te zijn? Neemt de snelheid toe in de richting van de positieve richting, dan hebben we te maken met de versnelling. Neemt de snelheid af in de richting. Die jij dan uh, als positief hebt uh, gedefinieerd, dan hebben we te maken met een vertraging ofwel een negatieve versnelling. Wanneer de grootte van de versnelling in de loop van de tijd constant is, dan spreken we van een eenparig versnelde beweging. En we gaan uh, kijken naar een voorbeeld van zo'n eenparig versnelde beweging. En Dat is een uh, voorbeeld dat natuurlijk vrij vaak voorkomt: dat is namelijk een voorwerp dat een, een valbeweging uitvoert. Wanneer de, uh, je het voorwerp zou laten vallen in een uh, omgeving zonder lucht, dan krijg je dat het voorwerp een mooie eenparig versnelde beweging gaat uitvoeren. Wanneer je de snelheid in de loop van de tijd zult uitzetten, dan zul je zien dat uh, al die punten op één rechte lijn liggen. En dat is ook meteen uh, hoe je een uh, eenparig versnelde beweging kunt herkennen in een VT-diagram. Dan liggen dus alle punten mooi op één lijn. Je kunt dan ook vrij eenvoudig de grootte van die versnelling bepalen. met de formule die we net al hebben gezien. Wat je dan doet, is de grafieklijn tekenen. en je gaat van die grafieklijn de stijlheid bepalen. Want de stijlheid van de grafieklijn in een VT-diagram geeft je de versnelling. Nou, wat blijkt nu het geval te zijn? Zou je het experiment uitvoeren op het aardoppervlak, wat vrij vaak voorkomt natuurlijk. en je hebt ervoor gezorgd dat er geen lucht is. Dan uh, zullen alle voorwerpen vallen met dezelfde versnelling. En uh, omdat uh, dit een versnelling is die hoort bij een vrije val, zoals het dan heet, hebben we dan hebben ook te maken met uh, de valversnelling. En de grootte van de valversnelling die is op het aardoppervlak altijd gelijk. Die is altijd 9,81 meter per seconde in het kwadraat. En die is altijd naar beneden gericht. En omdat deze grootheid uh, zo vaak voorkomt, uh, heeft hij ook een eigen letter gekregen. En dat is de kleine letter g. Dus g is een versnelling. Het is een specifieke versnelling, namelijk de valversnelling. En de grootte van g is 9,81 meter per seconde kwadraat. Je kunt de grootte van de valversnelling op Aarde vergelijken met die op de maan. En let hier even op de twee streepjes voor en na de g. Daarmee geef ik eigenlijk aan: ik ben nu eigenlijk vooral geïnteresseerd in de grootte. Van uh, deze grootheid en niet in de richting. Dus ik kijk niet naar of het plus of min is. Ik kijk alleen naar de grootte van het getal. En op het aardoppervlak valt alles met 9,81 meter per seconde in het kwadraat. Op de maan, en dat heb je misschien wel eens gezien in films, valt alles langzamer, want de valversnelling is veel kleiner. Die is namelijk maar 1,62 meter per seconde in het kwadraat. Maar wat gebeurt er nu wanneer ik het experiment niet uitvoer in een luchtledige uh, omgeving, maar uh, gewoon uh, in de situatie die ik het meest tegenkom, namelijk dat uh, er een dampkring is? Nou, wat je dan zult zien is dat er luchtwrijving gaat optreden, waardoor het voorwerp afgeremd gaat worden. En hoe sneller het voorwerp uh, beweegt, hoe groter die luchtwrijving zal zijn. En je krijgt dan dat de versnelling. Die het voorwerp ondervindt in de loop van de tijd niet constant is, maar eruit gaat zien, zo'n beetje als de blauwe lijn in de grafiek. Hier hebben we een VT-diagram en we kunnen hier twee verschillende versnellingen bepalen. En de eerste versnelling is een gemiddelde versnelling tussen twee punten. Stel, ik zou bijvoorbeeld de versnelling, de gemiddelde versnelling, zouden we willen bepalen in de eerste seconde van de valbeweging van het blauwe voorwerp. Dan heb ik dus twee punten, eentje bij T is 0, eentje bij T is 1 seconde. Daar kan ik een verbindingslijn tussen trekken. En de stijlheid van die verbindingslijn geeft mij dan de gemiddelde versnelling in die eerste seconde. Vaak is het natuurlijk ook interessant om de versnelling te bepalen op één tijdstip. En ook hier is de aanpak uh, vrijwel hetzelfde als uh, bij de snelheid in de XT-diagram. Je tekent dan op het punt waarin je geïnteresseerd bent de raaklijn. Nou, laten we nu eens zeggen dat ik uh, de versnelling wil bepalen op tijdseptese tijds 1 seconde. Dan trek ik de raaklijn en ik bepaal de stijl stijlheid van die raaklijn. En de stijlheid van die raaklijn geeft me dan de versnelling op dat punt. Als je nu goed kijkt naar de blauwe lijn dan zie je dat die blauwe lijn natuurlijk afbuigt. En als je maar lang genoeg wacht dan uh, zul je zien dat het voorwerp dat begon met een vrije val uit te voeren um, uiteindelijk een andere soort beweging gaat uitvoeren. Wanneer je in gedachten de raaklijn tekent op verschillende tijdstippen dan zul je zien dat die raaklijn na verloop van tijd steeds minder stijl gaat lopen. Aan het einde bij t is 2 seconden loopt de raaklijn al zo en na een aantal seconden zal het voorwerp een constante beweging gaan uitvoeren. De raaklijn zal dan horizontaal lopen en in plaats van een eenparig versnelde beweging, voert het voorwerp dan een eenparige beweging uit. En de snelheid waarbij dat voorwerp, waarmee dat voorwerp dan valt, dat noem je de eindsnelheid. En dat hangt heel erg af van de massa en de vorm van het voorwerp. Oké, okay, de samenvatting van deze webles. Wat hebben we gezien? We hebben gezien dat je een versnelling kunt definiëren. En de versnelling is gelijk aan het verschil in snelheid gedeeld door het verschil in tijd... Nee, je te maken hebt met een eenparige rechtlijnige versnelling, eh, dan krijg je een rechte lijn in het VT-diagram. Een voorbeeld is de vrije val, de val van een voorwerp eh, zonder dat deze luchtweerstand ondervindt. En eh, de valversnelling die erbij hoort, die is op eh, gelijk aan 9,81 meter per seconde in het kwadraat. In een vt-diagram kun je op verschillende manieren de versnelling grafisch bepalen, dus door het tekenen van een lijn. Wanneer je te maken hebt met een eenparig versnelde beweging, dan pak je de stijlheid van de grafieklijn. Heb je een willekeurige beweging in jouw vt-diagram, dan kun je altijd een gemiddelde snelheid bepalen door de stijlheid van de verbindingslijn te bepalen. En je kunt ook altijd van elk willekeurig tijdstip uh, de Versnelling bepalen door op dat tijdstip een raaklijn te tekenen en de stijlheid te bepalen van deze raaklijn.